Welkom bij de laatste Ferm Kookt van dit jaar. Vandaag maken we vrolijke kerstkrakkers met groentendips van rode biet en pompoen. Superlekker in dit seizoen trouwens. We beginnen met de rode biet, want die heeft een beetje meer gaartijd nodig dan de pompoen. We gaan die schillen en in stukjes snijden. We leggen die op de bakplaat, gaan we die besprenkelen met balsamicoazijn, olijfolie, peper en zout. En dan mogen ze in de oven voor 20 minuten. Terwijl de rode biet in de oven zit, gaan we de pompoen bereiden. Die gaan we schillen en in stukjes snijden. Nu doen we er nog 2 volledige teentjes knoflook bij, curry, kippenkruiden, paprikapoeder en peper en zout. Nog een klein beetje olijfolie, we gaan alles mengen en straks mag dat ook op de bakplaat bij de rode biet. Zo, nu mag de pompoen bij de rode biet en mag alles samen ongeveer nog 35 minuten in de oven. Nu gaan we de kerstkrakkers maken en dat ga ik samen doen met Suze en Rien, want dat is superleuk om samen te doen. Ik mag een boterham nemen. Jij ook. En van de overschotjes van brood kan je lekkere broodpudding maken. We gaan er eerst een klein beetje olijfolie op doen. Nu moet er een beetje kruiden op. En de andere mag je met zout. Ja. Nu gaan we de broodjes nog 5 minuutjes in de oven steken. En jullie mogen eventjes gaan spelen. De groenten zijn gaar, dus we kunnen de dips maken. We gaan beginnen met de pompoen, omdat we dan straks de blender niet helemaal moeten proper maken voor de rode bietendip. We gaan er ook voor zorgen dat de 2 teentjes knoflook ook mee in de blender gaan. Dan gaan we daar 1 blikje witte boontjes bij doen. Een scheutje olijfolie. En een beetje peper en zout. En dan gaan we dat fijn mixen. Voilà. Heel belangrijk dat je proeft om te kijken of er nog peper, zout of currypoeder bij moet. We gaan dat in een potje overscheppen. Die is klaar. Dan gaan we nu de dip van rode bieten maken. Als je dat wil, kan je dat helemaal uitspoelen en uitkuisen, maar ik vind dat niet per se nodig. Voor mij mogen die smaken gerust een beetje samen zitten.
En dan doen we daar een lekkere geitenkaas bij. Ik heb die bij ons in de buurt gevonden. Dus misschien ook leuk om eens bij jou in de buurt te kijken of daar lekkere geitenkaas te vinden zijn. Daar mag ook nog een schutje olijfolie en nog een klein beetje peper en zout bij. Hoi. Voilà, jullie mogen helpen met de crackers op het plankje te leggen. Lekker? Super lekker, super lekker. Voilà, een leuk, gezond en een fris aperitiefje voor op de kersttafel of de feesttafel. Het recept vind je op samenferm.be en in het magazine. Prettige feesten en tot volgend jaar.